Goedemorgen, goedemiddag en goedenavond. Het is Mario Pindas voor Su vandaag. Klik op de like, like ons en volg ons. De derde dag van de betoging. Daarom kan je ze praten. Friends and lovers, followers, Sranama Bradangasa, Omro Watrasi, old soldier never die. Ik heb de journalist gevraagd even langs te lopen bij mij voor dit interview, omdat ik wil praten tot de president van Suriname en de minister van OV en de rest van de overheid, met name het parlement en mijn hoofdtak de Archimie. Pres, OV minister. Uwan bouwan baroki guani funikeri gua Guyana. Met jouw kwalijk big applaus. Geweldig, ik ga er ook voor. Maar big is maar leer me dat posi bekritiseer alsof buurvrouw of posi go begin kringi buurvrouw in begin kringi eeuw alsof posi. Samen bedoel, u wil een geweldig dure brug gaan bouwen van Suriname naar Guyana. Terwijl hier achter het parlement dit pier staat, waar een heleboel toeristen die in Suriname nou zijn, daar willen staan om een foto te maken met die mooie view van die brug, etc. Toch? Ik slaap al 6,5 jaar hier en net zo lang praat ik met overheid mensen om de pier te komen repareren. Als u meekomt, dan ga ik u weten wat ik bedoel. Voilà. En nog grap met mijn kijk. Los voor u. Deze platen zijn gezet door mijn goede, zodat mijn planten beter de boot kunnen bereiken. Maar moet je hier zien, kijk. Kijk wat ik wil gaan doen. Kijk. Levensgevaarlijk. Barokko, kijk. Kijk hier. Dat is de brug die we hier hebben. Ik ga het niet geloven, volk, kijk. Dit is wat we hebben. Kijk. Goeie. Pori. Top. En maar mijn koosje dat kan nog grap mee meekie, kijk. Want als mijn lipdens aan dit zo ook toe, dan gaat men hier de rivier in, toch? Ik heb een paar mensen hier uit het water moeten halen, die gewoon met die planken de rivier in zijn gevallen. Kijk iets hier. Kijk ja. Hi. Kijk ja. Ontbreekt een paar steps. Volg hier. Het is toch onkant. Kijk ja. Ga je verder. Loop men hier. Kijk, op planken die kijk. Als je niet weet, kom je hier, je pardon kies om je man keer. Ja, hoe lang is deze situatie? Deze situatie, net zo lang als ik hier ben, 6 jaar. Hier onderin zijn zulke grote gaten. Planen die. Look hoe. Dus ieder moment kan deze instorten. Dus, want dit gaat wat poreus en wat zwak. Een of ander, ik weet niet welke organisatie is hier gekomen, dat de Connect Brokkie, toen hebben ze dit gedaan. Wat gevaarlijk is, want je komt hier, je schopt jezelf en hier je bent in de rivier. Toch? Kijk. Ik hoef hier geen woorden te gebruiken, alsjeblieft. Sorry. En dit staat vlak achter DNA. 40 meter verwijderd van het kabinet van de president, waarbij de Gadri honderden of duizenden toeristen per maand komen eten en hier een foto willen maken. Oké, waar dient deze pier voor eigenlijk? Want laatst zag ik dat ook politie hier zo aanlegt en, en marechaussee. Je hebt daar de marinatrap, dit ken ik als de officiersbrug.
En hier komt de tourboot Migudu aanmeren om zijn klanten mee te halen. De brug is gebruikt geworden ten tijde van de revolutie. Dan werd hier de S402 gedobberd ter bescherming van het kabinet van de bevelhebber dat nou DNA is. Ik weet niet zoveel van waarvoor het is. In elk geval is om boete hier aan te meren. Dat is voor mij basta. En de meeste mensen willen hier komen om met die brug en vaarboot de beste view die je hebt over die brug in de stad een foto te maken. Hoeveel mensen moeten hier nog in het water vallen? Hoeveel mensen moet ik hier nog uit het water halen? Ik ben geen bewaker hier. Precies bij die amandelboom hier, dat is daar in het water, is de heer Robbie van Duiven overleden. Maar wat doe je toe? Oké. Toch? Als ik het goed heb, hebben ze tot de dag van vandaag zijn lijk niet gevonden. Dat is naar wat ik heb gehoord. Toch? Maar dit is onkan. Men heeft hier de finishpoort waar de zwemmarathons gehouden werden. Toch? If a overheid van Bowan Brokki Guagana, Milobeng. Maar kom dit ding, meneer Owe, kom dat ding repareren alsjeblieft. Nou, het kost geen 10.000 SRD aan hout. En stuur geen schurken met hout die dat hout weer meenemen naar hun huis. Laat ze die rommel komen weghalen, alles weghalen. Ze moeten niet komen spuwen met een paar planken. Porto, porwan, potwan, toebaka. Men moet alles weghalen, want de onderstel is goed. Geloof het of niet wanneer ik zeg dat tot 4 keer ingenieurs van Owe hier zijn geweest waar ik bijsta, waar ik met ze heb gesproken ook nog, waar ze zijn komen meten, waar ik ze heb helpen meten en de manco's heb gewezen. En ja, ze zouden over een week komen om die brug te herstellen, tot de dag van heden. 6 jaar, 6 maanden, 21 dagen dat ik daar slaap, dus ik weet er alles van. President, Owe minister parlement, me beguara, asching, nasching unesching. Ik moet hier elke dag van toeristen horen. Kijk waar het kabinet van de president zit en hier zit het DNA. Dan moet je kijken wat voor een brug ze hier hebben en ze vechten om een brug te bouwen naar Guyana. Dat moet ik hier horen als Surinamer. Het irriteert mij mateloos. Ik word abominabel gek van dat gedonder hier. Alleen maar omdat men hier een klein beetje geld niet wil gooien. Pres, regering, met bedjoeren, want toerisme. Hoe kon ze dat broodje hier? Hè? Is toch verschrikkelijk? Je hebt gezien toch, kijk. Ik kan naar Polen gaan. Ik kan naar Anoumé. Als ik ze niet weghaal, sijpelt men gewoon de rivier in. Hier heb ik bijna mijn eigen been gebroken. Als ik hier liep en pap, gelukkig dat er een ijzer onderin zit. Anders had ik mijn been gebroken hier. Toch? Oké. Okay. Die organisatie heeft hier ook geweldig zitten boeten met. Dit is gewoon rotzooi toch. Balken op balken, houd toch op. Mens kopt zichzelf hier kapot, valt hier. En op gang. Die brug kan onmogelijk te veel kosten. Suriname exporteert miljoenen aan hout. Dan moet ik ook eerlijk. Hoe noem kan je dat die sepori? Hoe kan je boemboes en hoe kan je grongolo? Hoe kan je walaba? Dat zijn geen sepori toch. Uit de rommel die ze kom ik broodjes aan je poli. Ja. Oké. Wat voor, wie zijn de adviseurs daar? Ik vraag mijn gemoede af. Wie zijn de adviseurs die adviseren over het materiaal? Jongens, dank je wel. Nou, Balk zei ora uro onderzoek. Ja. Maar Balk dat boem eten? Balk boet, hè. Maar ik weet hoe. Oké. Maar je hebt behoorlijk dit. Volgens mij heeft nee, dat is zomaar wel een broodje. Maar het is met een behoorlijk onderstel gebouwd. Ja. Kijk, vanaf hier. Alles. Ja, het is zeer gevaarlijk eigenlijk dat ik zie die situatie nu. Dat bedoel je. En ook dan, kinderen komen hier. Kijk hier. Ja. Het is verschrikkelijk. Deze regering,
Laat het niet voorbij uw neus gaan, maar doe het volk en de toeristen en uzelf een genoegen en kom dat ding repareren voor een keertje hoor. Want u propageert toerisme. Een ander iets, toerisme. Komen jullie ook een paar grote vuilnistonnen hier zetten vanaf die toilet van Onkel Rie naar Fort Zeelandia? Want ik zit me hier elke avond, elke dag vanaf 4 uur middags tot brokodie 4 uur morgens vuil te rapen uit schaamte voor toeristen die hier komen. Minister Amoxi en DC Bolla hebben een paar maanden terug gezegd: toeristen, zwervers maken de waterkant tot een vuilnisbelt. En ze zijn gevaarlijk. En ik heb ze van repliek en repliek gediend, want het heeft me gestort. Maar ik ga mij bij deze, bij de minister Amoxi en bij DC Bolla verontschuldigen. Sorry dat ik heb geageerd tegen u. U hebt gelijk. Inderdaad, zwervers maken hier tot een vuilnisbelt en ze zijn gevaarlijk. Maar ik wil u vragen, meneer Amoxi en DC Bolla, kunt u in de media ook aan die zwervers vragen om niet met hun grote auto naar hier te rijden, om die vuilnisbelt te maken en flessen kapot te slaan hier à la dol? Want het zijn die zwervers die hier vuil maken, die met hun grote auto naar hier komen. Hoor, niet wij die hier op straat wonen. Maar die zwervers die met hun grote auto komen, dat kan allemaal de mannen komen morgen, okay. Jammeren. En zet een paar grote vuilnistonnen hier, want ik schaam me verschrikkelijk voor mijn land. Ik schaam me als rasgeboren paramang. Mama nya paradoti sa gebora merswa kilometer 3 nummer 7. Men sheng tak mi bede wan sur dati fo si va kondre. Wat men noemt het visitekaart van het land. Ik schaam me dat ik op visitekaart van het land ben geweest. Ik kan geen ambassadeur zijn voor mijn land als de regering geen ene shit doet eraan. Dat is wat ik wil aantameren. Dit was SuTV vandaag. Klik op de like. Vergeet niet te klikken op abonneren.